Oh. Nou neemt hij op. Nou neemt hij op, ja. Oké. Nou, we zijn er. We gaan even lekker kijken bij de karkdienst van Weekendje Weg 16+. In Scherpenzeel. In Scherpenzeel. Het is niet zo lang rijden, dus dat hebben we vandaan. Kieken en ook twee gasten meenemen. Ja, gasten. Pieter, gasten toch? Hallo. Hey. Kijk eens, oh leuk. Ja. En nou ja, wie weet kunnen we ook wel wat jongeren aanspreken van wat ze nou aan zo'n, wat ze van het weekend vonden. En, hoe ze beleefd hebben. Ja, dat zou wel vooral mooi zijn. Dus. Misschien vonden ze wel niks. Dat zou ook kunnen, ja. Kan maar zo. Kan maar moeilijk voorstellen, maar... Mm-hmm. Je weet het maar nooit. Nee, alles is mogelijk. Dus wij gewoon alles proberen. Ja. Ik kon ook stiekempjes filmen in de kerk. Mag dat wel? Als ik rood gezet word, dan film ik dat ook. Oh, okay. Dus, jullie zien het wel. Ja. Hey. Nou, we mogen nog binnen, dus we zitten hier sowieso. Dat is al heel wat. Ik ben er wel drie keer verheugd, maar... Ja, iets met zitten. Plekjes binnen belangrijker voor het weekendje weggangers dan voor jou. Dus... Beetje vreemd, maar... Moving. Nee hoor, zwaarig is het niet. We mogen hier zitten, dus we hebben een goed plekje uitgezocht. Ik ken al zin in. Ruben, wat ben je aan het uithalen, jongen? Ik zal het even laten zien. Die kregen we net bij de ingang. Zat erop? Ja. Samen bij één. Dat is het thema van het weekend. Dus we zullen kijken wat ze erover te vertellen hebben in deze dienst. Ik ben benijd. Wat is het dan? Wat? Wat? Een beetje moet om je hand, denk ik. Kijk, dan moet je je gast halen. Kan ik? Ja? Dan kijk. Hop. En dan zit die gast. Oh, hey, ik zie. Ja, dus dan kun je de mol nog op je werk ook even wat over vertellen. Ja, denk ik. Ja, dan hier en daar zegt van, hé, wat is er om je aan? Dan kun je dat weer gaan vertellen. Nou, we zullen beginnen, Ruben. Al 4 uur toch, dus het is nu weer voor 4. Ja, hij zit ook lekker vol. Ja. Die kerk nog niet zo vol zien. Nou, wacht eens op Benny, hè. Die is nog hongerweg. Oh ja. Benny is er. Benny is er. Hey, ah, Benny. Hey, Benny. Nou. We kunnen beginnen. Ja, goed. Ga ze erop. Deze begrip dit. Het even het duurt. Het even het duurt, maar we hebben eindelijk een knuffel aan de 16+. Nou, we zullen nog een bekking. Ja, ik ben over het nodig, want samen bij één, dan moet je ook even samen een bekking doen. Ja, echt mega dies, hè? Ja, zo leuk. Top. Echt, man, we zijn echt even lekker geneut. Ja. Geen idee hoe lang het duurde. Ik heb geneut. Ja. Maar niet dus, de zoerste spreek, maar het is wel weer lang, hè? Ja, hij zit 10 minuten nadat, maar dat was het echt mij, niet. Ja, koffie, ja. Kom maar dan. Ja, dus we doen nou een backing. Ja. Dus nou, kom. Zullen we even kijken waar aan gaan volgspreken? Wie ik heb hier maakt, hè? En dat taartje. Hey. Dat zou helemaal top zijn. Dat zou wel super gaaf zijn. Speculaas. Kom op, zeg. Speculaas. Zegt de Ririne. Ja. Er is de Ririne al tevreden met de speculaas. Ja. Nou, door, dat doen wij passen wij voor. En backing? Ja, de koek eigenlijk al in mijn mond. Jacob is dus verantwoordelijk voor mij. Koffie. Lekker. Hey, ik zie dat Jack nog eens wat jongens stond die ook lekker op het bekentje was. Ook een lekker bekken. Ja, hey, top man. Maar hoe vond je lui het? Aardig leuk. Ja? Nee, helemaal top man. Dit valt er weer. Ja, sowieso. Hey dames, kijk eens, ik heb weer een camera. Hey, hoe was het? 16+. Mega leuk! Ja, super. Ja, zo. Het was echt mega leuk. Ja, ja voor het. En ik kap op jou, was echt mega leuk. Ja. Dames, hoe is het hier dan? Het is helemaal top. Ja, was het de eerste keer dat je mee was? Nee, vierde zo. Vierde keer al? Ja. Waarom hebben wij een kanger dan nog niet eerder ontmoet? Niet. Ik heb je nog nooit op een weekendje bij gezien. Ja. Nee, nou ja, dan ben ik waarschijnlijk al vuist oud. Dan maak ik al lang al niet meer mee in mijn 6+. Ik was samen met mijn kalletje mee, maar die wou niet. Nou, maar je kalletje niet. Schuld. Dus valt je hooi wel mee? Ja, dat is wat ik bedoel. Dat zal mee, en je kalletje ook. Ze moet. Ze moet. Dan trek ik er mee. Maar wat hebben jullie allemaal gedaan dan? Eerlijk. We zitten in de afgebouwen. Na spel met dom. De zongen om een kampvuur. Wat neem je mee van mijn weekendje weg? Mijn spullen. Neem je mee van 16+? Ja. Ze loopt ook voort. Dan kan ik toch nooit pillen. Hey,
Hey, vond je het leuk? Ja. Ja? Bij wie zat je in groepie na? Ja. Nou, bij jullie allemaal. Oh, wat gaaf mensen. Wat deed je in de mien hebben dan dichtgebouwde gebieden? Nou, dat iedereen gewoon mee kon doen. En dat iedereen samen heen was. En dat iedereen gewoon erbij hoorde. Dan graag iedereen zien of hoe je lopen. Of wat dan anders. Hey, wat vond je het leukste deze keer? Kampvuur. Het was altijd een beetje een neurie omdat je tekst niet kon, maar nu hadden ze de boekjes erbij. Nou, dan is het veel leuker. Ja, dus het was even lekker zingen. Het was even lekker zingen, 4 uurtjes achter een kager. 4 uurtjes? Het was wel heel moeilijk. Ja, ja. Maar wel mooi. Het was heel leuk, man. Ja. Super. En als hij in alleen zat, dan als hij even alleen wil wezen, dan werd het al respecteerd. Ja. Als je respect geeft, dan speel je dat ook. Gewoon met z'n allen en leuk, gezellig. En als je alleen wil wezen, dan kon je alleen wezen. Als ik jullie wat kan vragen, wat blijft jullie dan het meeste bij zo van dit weekend? De metafoor. Nou. Ja, ik denk dat wel. Leg uit. Voor degene die het niet weten, maar ik kwam hier eerst en toen, de eerste dag hadden we gelijk een bijbelstudie en toen moest je metafoor bedenken. Nou ja, ik had met een mal van mij, hadden wij een metafoor bedacht. Dat de kerk net zo check is. Hoe kan dat nou dan? Nou ja, zo heb je ervan. Kijk, jullie zijn wel vol. Ja, dat is waar. Ik heb niet te zien. Nee. Kijk, check dat het vloei en dat is check. Maar de vloei staat voor de mens. De check staat voor een geloof. Samen is het één ding. Maar de check kan niet zonder de vloei. En de vloei kan ook niet zonder de check. Maar wat heb je nou nog maar nodig om dat checken aan te houden? Een heilige geest. Een vuurtje. Hey. Ik vind het top. Ja, zeker. Alleen jammer dat het met allemaal gezonde dingen gebeurt. Ja, daarom rook ik. Nou blijf ik jou. Kijk, nou blijf ik maar. Als je nou in is in roken, dan weet je. Ja. Dan denk je, hé. Dat is allemaal gedaan. Dat is een vraag, ik heb meenkomen. Gooi een valtje of hier? Sowieso. Die moet ook een extra mod mee. Ja. Dat is leuk, we willen samen bij een. Ken ik maar, Moos. Nog maar. Dat is een kark vol met Moos. Ja, een kark vol. Ja, misschien niet met Willem hier mee. Ja, Maarten, Willem. Maarten, Willem, Jelle. Kees. Kees, Klaas. Klaas, Klaas. Klaas. Ja, ik moet af en toe een beetje koffie nemen, een beetje melk. Het hele weekend het Willem, Jan, Klaas, Piet verkeerd aan de spreuk. Nou blijkt hij dus niet langer een naam te hebben. Maar dat geeft niet, want we binnen samen heen. En dat maakt zo'n weekend zo. Ja. Dus de volgende keer zeggen we, hey broer. Ja, of hey zuster. En ik heb ook dubbele namen laten kennen, zoals de naam dubbele. Je laat je ook nog. Wat vond je leuk zo'n weekendje? Hiro. Mij vanzelf. Jo, ja, dat bied ik. Voor. Ja, man, kom op. Kom op. Nee, Mariska. Foto. Mag ik anders mee een groepje in of sleutel? Ja hoor. Ah, dit is wel top. En wat neem je minder reus? Heilige Geest. Ja. Wacht even. Nou, we zijn weer terug op werk. We hebben een... Ik vond het echt hartstikke leuk. Lekker echt een leuke dienst. Ja. Altijd even lekker babbelt. Ja. Lekker begging in de dom. Lekker begging. Frikandel. Ja. Eten, drinken, dan is het bij ons al lang al goed. Maar het is gewoon leuk om weer te zien dat je gewoon jongeren tussen de 16 en de 21 hebben, die gewoon weer mega enthousiast over het geloof binnen. Ja. Dus ik ben weer helemaal blij dat ik zelf ook even een kleine boost had. Een mooie metafoor mee gekregen. Ja, die heb je net te zien. Dus gebruik hem, zou ik zeggen. Ja. Dus, dit was onze vlog weer en tot de volgende keer. Oh, wacht even. Oh. Hele nou een mooi idee waar wij misschien een vlog over kunnen maken. Zet het er even in de comments en dan komen wij weer op terug. Ja, hey, dat is een leuk idee. Ja. Super. Oké, nou dan gaan we naar Erfurt. Ja. Doei. Doei.